van Hoogenband. Representing the Netherlands, Pieter van den. De spanning is van zijn gezicht af te lezen. Thorpe iets sneller weg dan van de Hoogenband, maar van de Hoogenband ook goed van het blok. Thorpe te herkennen aan de gele badmuts, boven hem van de Hoogenband. De verwachting is dat de Nederlander hard opent. Thorpe bouwt zijn race meestal zo op dat hij het wat rustiger aandoet in de eerste 100 meter van de race en vervolgens toeslaat in het tweede deel. Maar de praktijk wijst uit dat Thorpe voorlopig vol gas geeft. En dat doet in baan 3 ook Massimiliano Rossolino. In hoeverre laat Van de Hoogenband zich daardoor verrassen? Na 100 meter van de Hoogenband aan de leiding. 2700ste onder het wereldrecord. 51-12 de opening van de Hoogenband. Exact dezelfde als gisteren in de halve finale. Lichte voorsprong voor Van de Hoogenband. Maar kan hij dat volhouden? Heeft Thorpe verkeerd gegokt door net zo hard te openen als de Nederlander? Dat gaan we nu zien. Van de Hoogenband met de zwarte badmuts. Thorpe met de gele badmuts. Het was niet anders alsof Thorpe die race zou gaan winnen volgens de Australiërs. Maar voorlopig nog altijd de voorsprong voor Van de Hoogenband. En die voorsprong lijkt groter te worden. Van de Hoogenband gaat winnen. Thorpe gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de Hoogenband. In exact dezelfde tijd als gisteren. Precies dezelfde race als gisteren. Maar nu met als resultaat goud. Zij won hem gisteren, hij nu. En Thorpe kan niet voldoen aan de verwachtingen. Good swim. Ja, dat mag je wel zeggen. Pieter,